Hallo beste mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En ik ben Vincent en we gaan dit keer een Minecraft spelen. Laat zien aan jullie hoe je dan zo'n huisje... Okay, people, let's go to work. Van tevoren wat blokken in... In die inventory gezet. Zoals je ziet heb ik een blauwe blok en nog wat andere. Maar ik wil hier een huis maken. Dus je kiest een plek. En dan plaats je bijvoorbeeld van die pilaren. Moet je dan ook bouwen. Dus dan doe je dan... Wow, die blok verdween. Zag je dat? Dan pak je gewoon nieuwe. Maakt niet uit. Gewoon in de inventory zo. Kijk. Nou, dan weet je van... Oh, misschien wil je wel een mooie raam en zo. Dan kan je gewoon openmaken. Dan lijkt het net al een raam, maar is het niet helemaal. Omdat nog niet de raam in zit. Dan kan je zeggen van daar kies ik nu een deur. De weghalen zo. Kijk, nu heb je alvast een model van een soort van huis. Tenzij je natuurlijk een hout vloer hebt, want dan kan er een deur op. En ik heb gekozen voor kleur blauw. Dan wordt het een blauw huisje. Als je roze koos, dan werd het een roze huisje. Nou, natuurlijk moeten we hem laten... Mooi lopen. Dus ik doe hem zo. Ik kan niks zien door deze bril. Ik sloop hier vast deze zo. Want we gaan hier een dak maken. De dak loopt schuin. Net als een ander dak. Kijk maar naar buiten. Dit is een model. Hier kan je ook nog een raam doen als je wilt. Als je glas plaatst, vul je in glas in die menu. En dan ga je het pakken uit door te klikken. Zo, net als ik. Doe mee met de muisknop. Ja, je klikt hier en dan zo. Ik heb Optifine, dus control zoom je in, maar dan kan je niet goed bouwen. Om detail te maken aan je gebouw, pak je een stonen button. Mag ook hout zijn, dat is niet van belang nu. En dan gooi je die gewoon random op het huis neer, zoals ik daar heb gedaan. Je zou ook een balkonnetje kunnen maken, dus je zou het woordje potsel in kunnen typen. Je kan ook zeggen ik wil helemaal niks, want dat is ook... Gewoon mogelijk in Minecraft. Als je een schoorsteen wil, pak je brik. Kan je zo van die stoom maken. Het is eigenlijk spinnenweb, maar je kan het ook voor. En dan sloop je wat tussendoor zo. Zie je het? Lijkt het net echt alsof die rookt. Wil je meer Minecraft tips van mij? Laat weten in de comments. En dan gaan we volgende keer wat anders bouwen. Doei!